Good morning, Commander. Good morning. It's good on me here this time. Maar we hebben één voorstel, we komen niet alleen maar voor onszelf. We komen hier ook om gemeenschap te hebben met God zelf. Voordat ik ga beginnen, wil ik vragen, mag ik voor u bidden? Mag ik voor u bidden? Want het is niet mijn woord die gesproken gaat worden. Het is niet datgene wat ik uit Gods woord heb gehaald om dat te spreken naar u. Maar het is God die wil spreken naar u toe. En daarom wil ik graag voor u bidden. Zullen we ons ogen sluiten en ons hoofd buigen. Hemelse Vader. U bent een geweldige God, Vader. Heer, omdat u degene bent die ons hier heeft gebracht onder de leiding van uw Heilige Geest. Heer, het is zo eenvoudig, Vader God, om als gewoonte hier elke zondag naar uw huis te komen. Maar het is een zegen, Vader God, als u ons in ons hart hebt gelegd. En dat we kunnen zeggen, smogens voor, goedemorgen, Vader. En ik wil graag naar u komen in uw huis. Heer, dank u wel, Heer, dat ook deze gemeente op het oog heeft. Heer, voor grote dingen. Dank u wel, Vader God, dat u ieder die behoort tot deze gemeente, dat u daar een speciale bediening voor heeft. Heer, dat u ieder die in u gelooft, in uw koninkrijk mag leven. Heer, wilt u onze oren openen, ons verstand openen, maar bovenal ons hart. Heer, laat datgene wat door de oren binnenkomt en in het verstand wordt opgeslagen, dat het afzakt in ons hart. Want dat, Vader. Heer, ons hart is het ritme van u. Ons hart gaat kloppen op de ritme van uw hart. Heer, dank u wel dat we dan één gaan worden. Heer, dat het woord wat u geeft gaat leven in ons hart. En dat is gebeden van mij voor deze gemeente. Heer, opdat u daadwerkelijk deze gemeente naar een hoger niveau gaat brengen. Niet wij als mensen die elkaar brengen naar een volgend niveau, maar dat u dat doet. En dat wij daar behulpzaam bij mogen zijn. Heer, zegen het woord. Heer, zegen mijn lippen, Vader. Heer, ook dat het woord wat gesproken wordt, rechtstreeks uit de Vader hart komt. Zodat het in ons hart mag belanden. Dank u wel, Heer, voor die zegen. In Jezus' naam. Amen. Halleluja. Welkom thuis. In het huis van onze Vader. Ik hoop dat jullie, voordat jullie hier kwamen, een fijne ochtend hebben gehad. Gewoon met de mensen die in jullie huis wonen en leven, dat jullie daar een goede ochtend mee hebben gehad. Dat jullie samen eerst God het mogen zoeken voordat u hier bent gekomen. Dat is zo belangrijk, dat u niet alleen wandelt, maar dat u weet, als u vraagt dat God naast u loopt. Het is ruim een week geleden dat wij een visieavond hebben gehad. En tijdens een visieavond, tijdens het woord wat ik sprak, heb ik eigenlijk een slogan neergezet. En ik heb een voorbeeld gegeven vanuit de wereld, een bedrijf die een slogan heeft. En het kon ook wel op ons van toepassing zijn. En dat is
Connecting People, Nokia. Nokia heeft een visie om een telefonie te maken die mensen met elkaar verbinden. Hoeveel meer zijn wij als christenen om mensen te contacten? Want Nokia heeft u niet gemaakt. God, de Allerhoogste, is uw schepper, is uw zaligmaker en is uw redder. En daarom zegt hij, jullie zijn voor mij. In jullie opdracht staat in Gods woord, in mijn woord. En die slogan is, building God's kingdom. Het is niet dat wij alleen maar onszelf moeten opbouwen. Daar beginnen we mee. Maar wij zijn hier op deze wereld omdat wij geloven in een opgestaande Heer, dat wij mensen bij hem moeten brengen. Dat wij Gods koninkrijk moeten bouwen. En dit hoeven we niet uit eigen kracht te doen. We mogen dit, maar bovenal, we moeten dit in de kracht van Gods geest doen. Want dat heeft Jezus gezegd. Ik geef aan u de kracht en de macht die de Heer aan mij gegeven heeft, geef ik aan u. Waarom heeft hij dat gezegd? Omdat hij deze aardbol ging verlaten. Hij werd opgehaald door zijn vader. Als wij kinderen van God zijn, dan zijn wij een broer en een zus van Jezus. En dat betekent dat wij ook een keertje opgehaald worden om naar de vader te gaan. En hoe beschamend zou het zijn als we boven komen en de Heer zegt van kijk, dit is jullie plank met alle dozen wat ik jullie heb willen geven. Maar we hebben niks aanvaard. We hebben niet gezegd van Heer, geef je mij dat maar. En ik wil het doen. Hoe beschamend is het? Dat betekent dat wij niet aan het koninkrijk van God helpen te bouwen. En dat is die visie die deze gemeente van God heeft gekregen. En de missie is dat wij op pad gaan om te bouwen. Maar wist je ook dat God zijn koninkrijk hier al heeft geplaatst? Dan lopen wij. En als je niet in God gelooft, dan voel je dat niet. Als je niet Gods geest in je hebt wonen, dan bemerk je dat niet. Hoezeer zal het zijn, als je wel Gods geest hebt aanvaard als je verlosser, dat je Gods koninkrijk mag ervaren. Ik wil lezen Handelingen 2, vers 1. En wat staat daar eigenlijk? Staat op de beamer en ik lees het voor. Ik ga lezen heel hoofdstuk 2 vers 1. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Niet een klein beetje, niet alleen de keuken of de woonkamer. Nee, het vulde het huis geheel. Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden die afkomstig waren
uit ieder volk op aarde. Luister goed wat God zegt. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Dus met andere woorden, God heeft eerst de wereld bij elkaar gebracht in het huis. Daarna heeft hij zijn geest gegeven. De storting, uitstorting van zijn Heilige Geest. Toen het geluid weer klonk, dronden ze samen en ze raakten geheel in de verwarring. Omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden, het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken. Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parthen, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, mensen uit Pontus en Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië. En ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben. Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië. Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht, vroegen ze aan elkaar, wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend, ze zullen wel dronken zijn. Ja, dronken, maar niet van alcohol. Dronken van Gods geest. En het mooie ervan is, begin, zegt God al, hij heeft alle volken bijeengebracht. Daarnaast gaat hij ze ook nog opnoemen. Kunnen wij dat voorbij gaan? Kunnen we dat over het hoofd zien? En denk het niet, hè? En zeg het twee keer. En dan zegt hij ook nog, en ze spreken allemaal in één taal. Profetisch is dit. Profetisch voor u, voor jou, voor mij. Maar ook voor de mensen in Italië, Egypte, Reykjavik. Als die mensen aangeraakt worden door Gods geest, vervuld worden met de Heilige Geest, dan zullen we elkaar horen. Dan zullen we elkaar verstaan. Maar God is daar in het midden. Maar wat God hier heeft gedaan, hij heeft zijn koninkrijk geplaatst. Zijn koninkrijk voor in de toekomst heeft geplaatst in de wereld van vandaag, van gisteren. Daar is God al aanwezig. Daar lopen wij als gelovigen, aanhangers van Jezus Christus. Wij als christenen mogen daarin lopen. Maar hoe? Lopen, niks doen, gezellig zijn. Wat als Jezus op deze wereld is gezet door zijn vader om te zitten? En hij doet niks. Als hij echt ging staan op datgene wat zijn titel was, zoon van een koning, prins, een koning die gediend moet worden, en wij verstaan hem niet, we weten niet wie hij is, dan zaten wij hier niet, zoals we hier zaten. Dan is er niks gebeurd. Maar Jezus is van zijn troon afgestapt en hij is dienaar geworden. Dienaar. Een koning die dienaar is. Sterker nog, een koning die de voeten wast van zijn
zijn discipelen. Halleluja. Eigenlijk moet ik hier een tuintje hebben staan, een stoel, en ik ga hem de voeten wassen. Dat is dienstbaarheid zijn. Dienstbaarheid voor God. Zodat u als kinderen van God zien en voelen wat Gods geest teweeg brengt. Het is niet mijn toedoen hoor, dat ik de voeten ga wassen van jullie. Het is niet mijn toedoen dat ik hier sta om het woord van God te spreken. Het is God die mij leidt. Het is God die in mijn hart heeft verlegd. En je zult gaan spreken. En je zult dienen in mijn koninkrijk. En daar gaat het om. Gods koninkrijk hier op deze wereld is begonnen met de uitvoering van Gods geest. Want een ieder die in hem gelooft, zal zijn taal verstaan. Een ieder die in hem gelooft, zal dienstbaar zijn en dienstbaar worden. Dat word je niet van de ene dag op de andere dag. Dat moet je voelen. Gods geest moet jou doordringen. DNA van Jezus Christus, die moet vastklampen aan jouw DNA. Want dan alleen zal je overtuigd worden door Gods geest dat je hier niet zomaar op deze wereld bent gezet om te feesten en deel te nemen aan de wereld, aan de brede weg. Nee, we moeten dienstbaar zijn voor God. En God zal terugkomen. En dat is mijn bede. Dat verlang ik. Zoals Paulus verlangde dat Jezus terug zou komen, zo verlang ik dat God terug zal komen. Maar ik weet ook wanneer hij terug zal komen. U ook? Weet u het? Nee? Staat in Gods woord. Staat. En het staat in Matthäus 24, vers 14. Gaan we lezen. Als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld, niet alleen in huis hoor. Misschien denken we dat huis in de hele wereld is. Helaas. Als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen. En als wij op onze stoelen blijven zitten, zal dat nooit gebeuren. Als wij zeggen van, komt goed, voor mij een ander. Om Ferry, gaat u even kruiden? Mijn tijd komt nog wel. Dan komt die tuin niet af. En als wij Gods goede nieuws, het evangelie, niet verkondigt in de wereld, onder alle volken, dan gaat dit zeker niet gebeuren. En hoe langer het duurt, hoe langer zijn tegenstander de kans heeft om jullie allemaal te pakken. Dan zegt hij, in de pocket, ze luisteren niet. Hé, die luistert ook niet. In de pocket, die heb ik ook niet. En willen we dat? Zijn wij hiervoor op deze wereld gezet? Zijn wij hier, in deze wereld, gezet om elkaars handje vast te houden? Nee, ik denk het niet. Ja, de hand vasthouden van degene die nog niet in Jezus Christus gelooft, die mag je vasthouden. En dan ga je weer lopen. Die ga je discipelen. Die ga je praten. Ga je mee praten van Jezus houdt van je. Je hebt Jezus nodig. Je zit zo diep in de put. Je rookt. Je drinkt. Je hebt geen huis. Je ziet er vies uit. Je hebt Jezus nodig. Kom, een kleintje zien. Want het leven met Jezus Christus voor jou komt tekenen. Want ik hoop dat ik een levende getuigenis ben van Jezus Christus voor degene die bij de hand gaan. Nee, dat is het. Daar gaan we naartoe. Johannes 3, vers 3 tot 7.
Jezus zei, waarachtig, ik verzeker u. Alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien. Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? Wie zei dit? Wie vroeg dit? Dat was niet van mijn was het. En nu weet het zo. Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschap ingaan en er weer uitkomen en geboren worden? Jezus antwoordde, waarachtig, ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit de mens is menselijk en wat geboren is uit de geest is geestelijk. Dus wij hebben, want ik praat tegen kinderen van God, ja? Ik praat tegen de gemeente van Jezus Christus. Dat betekent dat jullie een transformatie hebben ondergaan. Vroeger zijn jullie geboren. Niet wetende wie God is. En wat is er gebeurd? Jullie hebben God erkend als jullie schepper. En jullie zijn opnieuw geboren. En het begon met het aannemen van Jezus Christus. En dat is een daad. Dat is een actie. En na die actie komt het hartsgesteldheid. Het hartsgesteldheid, dat wil God. God wil geen verstand dat je God achteraan loopt omdat het in je hoofd zit. Nee, we lopen God achterna omdat het in je hart zit. Want je houdt van de Heer. Je houdt van jezelf. Want we zijn geboren uit de mens. We waren mensen. Maar we zijn geboren uit de geest. Door de doop van de Heilige Geest zijn we opnieuw geboren en zijn wij geboren uit de Geest. En hebben God aanvaard en God heeft ons aanvaard als zijn zoon of dochter. En dat moet je kunnen horen met geestelijke oren. En dat moet je kunnen zien met geestelijke ogen. Hoe kom ik eraan? Vraag God. God is zo'n genadevolle God. Dat God je dingen geeft waarom je vraagt. En dat was die opwekking in Handelingen 2. De transformatie die jullie hebben ondergaan. Nu zijn jullie veranderd. Jullie zijn vervuld van Gods geest. Jullie hebben God aanvaard als jullie schepper. Willen jullie een opwekking nemen? Willen jullie een opwekking meemaken? Hier in Huizen, hier in deze gemeente. Amen, hoor je. Weet wat u vraagt, want er gaat wat aan vooraf. En dat is niet wat God gaat doen, wat vooraf gaat. Dat is iets wat wij moeten doen. Wij als persoon. Wij als gemeente van God. Wat gaat er vooraf? Vasten. Bidden. Bewogenheid. Nederigheid. Dienstbaarheid. En volharding. Dat zijn de zaken die wij als gemeente van ons bewust moeten zijn. Dat dat vooraf gaat aan een opwekking. Waarom eigenlijk? Vasten, bidden, bewogenheid, nederigheid, dienstbaarheid, volharding. Dat zijn de kenmerken van Jezus Christus. Neem ze goed op. Dat zijn de kenmerken van Jezus Christus. Vasten,
vasten op gepaste wijze en God zoeken, dat is vasten. Geen andere dingen doen tijdens vasten. Bidden, aanhoudend bidden. Staat hier al voort. Aanhoudend bidden. Bewogenheid. Hebben wij bewogenheid met de dingen die God je zegt te doen? Zijn wij bewogen met zijn gemeente en de gemeenteleden? Zijn wij überhaupt bewogen met zijn schepping, met de mens? Bewogenheid. Nederigheid. Ja, dat zegt genoeg als je nederig bent. Als je nederig bent, stel je jezelf niet hoger dan een ander. Daarom ging Jezus Christus dienen. Daarom ging Jezus Christus de voeten wassen van zijn discipelen. Nederig. Ondanks hij de Zoon van God is, ondanks hij de titel koning heeft, ging hij de voeten wassen van zijn discipelen. Dienstbaarheid. Dienstbaarheid, dat doe je. De dingen die in het koninkrijk nodig zijn. Is feesten, naar de disco gaan, partyen, is dat nodig om Gods koninkrijk te bouwen? Ik zeg niet dat je het niet mag doen. Versta me goed. Ik zeg niet dat het verboden is. Maar als wij Gods koninkrijk willen bouwen, ga dan eens na wat belangrijk is. En als je niet weet, dienstbaarheid, hoe wij dat moeten doen in Gods koninkrijk, dan zal ik nog maar eens Matthäus 24, 14 lezen. Want dat willen wij, dat God terugkomt. Volharding. Volhouden dat God jou wil gebruiken in zijn koninkrijk. Ook al merken we dat niet, ook al zien we dat niet, ook al voelen we dat niet, laat het je hoofd niet hangen, maar volhard erin. Maar nou zitten we in deze gemeente, hoe gaan we verder? Bouwen aan zijn gemeente en in zijn gemeente. Dat is eigenlijk diakonie. Diakonie in de gemeente is bouwen in zijn gemeente voor God. We gaan lezen Matthäus 25, vers 35 tot 39. Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: jullie zijn door mijn vader gezegend. Kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Hij had het allemaal gepland, de Heer. Mooi is dat, hè? Want ik had honger en jullie gaven mij eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen bij mij. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en u drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in een gevangenis zat en we zijn naar u toegekomen? En de koning zal hem antwoorden: ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn broers of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Zo lief
heeft God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En dan zegt hij dit. En dan zegt hij dit. Hoe dienstbaar en nederig ben je. En als je dat echt gaat uitpluizen, dan zegt God eigenlijk tegen u: ik heb mijn schepping lief. Zorg voor mijn schepping. Kleed degene die naakt is. Geef degene die honger heeft, eten. Geef degene die dorstig is, te drinken. En dit is niet alleen materieel, het is ook geestelijk gezien. Naakt van geest, van geloof, geef hem kleding. Geef hem het geloof om aan te kleden. Zodat hij zich niet naakt voelt, zodat hij zich gesteund voelt, zodat hij zich gedragen voelt door God. Geef hem eten. Het brood des levens, geef het aan hem. Dan zal hij gezond worden. Hij is dorstig. We hebben het gezongen. Als een hert verlangt naar water, zo verlangen wij naar God. En dus ook degene die je bij de hand hebt genomen en meeleidt naar God. Ik wil niet zeggen dat je degene die honger, echt honger heeft, alleen over God gaat praten, geef hem ook een broodje pindakaas. Of een lekkere Coca-Cola. Dat hoort ook bij het christen zijn. Dat hoort ook bij het bouwen van de gemeente. Diakonie, dat is dienen, delen en doen. Dienen, 1 Petrus 4 vers 10. Laat ieder de ander dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft. Als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. De veelsoortige genade van God. We zeggen wel eens, God is genadig voor mij. Hij geeft genade. Het is niet één soort genade wat hij geeft. Het zijn er zoveel. Hij geeft u genade om te dienen. Hij geeft u genade om mensen toe te spreken. Hij geeft u genade om hier te staan en te spreken. Het is niet mijn ding om hier te zijn. Maar God geeft mijn genade om hier te staan. En God geeft het woord aan u. Zoveel genadegaves heeft God. En dat is dienen. Doordat je de genade gekregen hebt van God, laat je niet links liggen. Doordat je de genadegave hebt gekregen van God, ga je dienen. En vraag aan God welke genadegave hij voor u, voor jou, heeft weggelegd. Vanochtend keek ik even naar Family 7. En ik zag daar een jong Deens vrouwtje. En die leefde, woonde al een aantal jaren in Jeruzalem. Zij heet, die kun je opzoeken op internet, wat ze doet. Ze heet Jeruzalem J. En als je hoort wat voor genadegaven zij heeft gekregen van God, dan zeg ik van, zou ik dat wel willen? Ze leeft alleen in Jeruzalem. Ze bezoekt de plaatsen waar ook Arabieren komen. Zoals de Tempelberg. En ze zegt, mijn hart doet zeer als ik zie hoe de Arabieren de berg bewoont en eigenlijk bevuild. Ze zegt, en daar ga ik wat voor zeggen. Daar heeft ze wat voor gezegd. En ze staat daar op de lijst van de Arabieren. Van de moslims. Willen wij die genade van God hebben? Kijk uit als, voordat u ja zegt, denk goed na. Maar zo is God. Hij wil u de genade geven om te dienen. En vraag aan God welke kant
u mag gaan dienen. Delen, 1 Timotheüs 6, vers 18. En draag hem op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig en bereid om te delen. Diakonie. De rijken zullen delen naar de armen. En als je goed doet, er is een spreekwoord: wie goed doet, goed ontmoet. Als je goed doet, zal God je zegenen. Wie goed doet, goed ontmoet. Delen. Doen. Jacobus 1, vers 22. Vergeet u niet. Alleen horen is niet genoeg hoor. U moet wat u gehoord hebt ook doen. Even realiseren. De straat op. Mensen opzoeken die nog niks van God gehoord heeft. Of hebben. Of degenen die wel van God hebben gehoord. En zeggen van, ik draai mijn rug om en ik ga mijn eigen weg. Die mogen ook wel eens bemoedigd worden. En verteld worden dat ze God nodig hebben. Wat ik eigenlijk wilde bespreken, wat God mij in mijn hart heeft gelegd, is dat het gemeente zijn, zoals wij hier op de zondag komen, zoals we hier op de woensdag en de donderdagavond komen bij elkaar, dat we dan gemeente zijn. Het is leven met elkaar en voor elkaar. En dienen diegene die het nodig heeft en misschien heeft hij geen relatie met God. Maar dat is evangeliseren. We moeten zorgen dat een ieder het goede nieuws heeft gehoord. Want als een ieder het goede nieuws heeft gehoord, dan komt hij terug. Dat verzin ik niet. Dat heb ik niet verzonnen. Staat in Gods woord. En wij geloven dat Gods woord waarheid is. Van kaft tot kaft. Ja, en dit staat erin. Dus we gaan onze wandelschoenen aandoen. Een rugzak op. Backpacken. En laten we eens doen wat God van ons vraagt. Ik wou zeggen verlangen, maar nee, ik ga het woord verlangen niet gebruiken. Want dat schrikt af. Dit is wat God aan u vraagt. Vertel het goede nieuws aan ieder die het horen wil. Aan ieder volk op de aarde. En dan zal ik terugkomen. En ik hoop en bid dat het woord van God niet te vergeefs is. Dat het niet tegen doofmans oren is gezegd. Want als het doofmans oren zijn, dan moet je maar eens bidden of God uw oren gaat openen. Om dat te horen wat voor u, voor jou bestemd is. Amen.